Oké, ik zal je uitleggen waarom je DAF moet aannemen in je alliantie. Hij kan gewoon goed meedraaien in de alliantie. Hij is gewoon heel, ja, hij is ook heel offensief en zo. Hij staat niet voor niets in de top 30, ja, zijn niet voor niets in de top 50 in de ranglijst. En ja, hij kan gewoon de boel gewoon heel goed in de gaten houden in de alliantie. Hij is aanvallend goed bezig, verdedigend goed bezig. Hij doet bijvoorbeeld op die manier zit hij gewoon zijn alliantie een beetje te carryen. Bijvoorbeeld. Hij heeft ook genoeg ervaring van andere werelden. Zeker in scores op dit moment dat ik deze video opneem. Ja, 176.900 is zijn score. Zijn greep is score. En ja, Daaf is gewoon een geweldig speler. Ook heel gezellig. En Daaf heeft ook nog eens Discord. Ja, dat zijn allemaal belangrijke punten die je mee moet nemen als je Daaf wilt aannemen als speler. Ja, Daaf kan gewoon heel goed meedraaien op de Alliantie ook. En het is gewoon ja, een prachtig speler. Je zou hem als, zeg maar, als het pareltje van de Alliantie kunnen beschrijven. Ja, ik zou niet weten eigenlijk waarom je Daaf zou moeten afwijzen. Daaf is gewoon zo'n geweldig speler. Ik zou eerder zeggen, joh, maak gewoon plaats voor hem. Die Daaf past precies in het profiel van je alliantie. Daaf is het, zeg maar, ja, het past precies in het plaatje van iedere alliantie, top alliantie, die voor de winst gaat strijden. Ik zou haast de protesten aan willen tekenen als je Daaf niet aan zou willen aannemen. Want Daaf is zo'n goede speler, die moet je gewoon aannemen. En ik zou zeggen, neem gewoon die Daaf aan. Daaf is gewoon een goede speler van de top 50 en draait gewoon goed mee. Dus neem die Daaf aan. Doe het. Ja, ik weet dat je het niet wil doen, maar doe het aan. Neem aan. Stuur die invite naar Daaf. En zorg dat hij in jouw alliantie blijft. Want ja, Daaf is een goede speler. Neem Daaf aan. Nu.